Nou, vorig jaar zijn we ook bezig vissen met de mannen van de Fish Today. Alleen toen liep het allemaal wat anders, aangezien we problemen hadden met de buitenbootmotoren. De motoren hebben we vervangen, dus die zitten er nieuw achter. En ondertussen heeft ook de boot nodige upgrades gekregen om ons nog beter te kunnen focussen op de sportvisserij met lichtmateriaal. En op die manier grote riftvissen het leven lastig te maken. Nou, dat hebben we flink kunnen doen. We hebben wat nieuwe spots ontdekt, we hebben nieuwe technieken gedaan, zoals bijvoorbeeld microjiggen, wat ontzettend leuk bleek te zijn. En ja, het ging ook een paar keer fout, we haakten weer iets wat niet te houden was natuurlijk op zo'n lichtstokje. Nou goed, dat hoort er allemaal bij. We hebben ook nog een paar een hele gave uitstap gemaakt naar een van de onbewoonde eilandjes tussen Bonaire en Curaçao. Maar daarover later meer. En we hebben de laatste dagen hier op het eiland anders moeten vissen, want de wind trok aan. Dus ja, aanpassen aan omstandigheden. We zijn wat meer met live baits aan de gang gegaan om te kijken wat dat ons opleveren. Nou, we hebben wel leuke resultaten mee gehad. Oké, okay boys, duitjes. Dit is het dan. Weken, misschien wel maanden naar uitgekeken. Nu is het zover. We gaan de boot op. We gaan vette dingen doen. Klein tonijntje vangen, zijn aasjes aan het vangen om het trollen. Oh, we hebben dubbel hoek op. Ja, lekker geld. Ja, ik zit ook in jouw lijn. Ja, dat moet even flitsen, kom er maar door hoor. Ja! Dribbel! Kijk, dat is de eerste visie op deze hengel. Ja. Dat is een fin heen. Ghost in my heart.
Oké, mensen, dag 2. We hebben gisteren een super mooie dag beleefd. Mooie vissen gevangen, met name met speedjiggen en slowpitchjiggen. Vandaag gaan we kijken of we wat groter wild kunnen vangen, bijvoorbeeld een wahoo. Eerste wauw, wat een ding joh. En check die kleuren dan hé. What the fuck. De visserij die wij het meest toegepast hebben deze trip is het jiggen. Dat betekent dat we waterlagen hebben bevist tussen de 60 en 150 meter diepte. Met jigs tussen de 40 en de 150 tot 180 gram. Rondom Bonaire heb je een aantal plekken waar we hartstikke leuk vis gevangen hebben. Waaronder een onderwaterbergje vlak voor de haveningang waar we eigenlijk altijd actie hebben gehad. We zijn hier op onderwaterberg, 150 meter diepte. We laten met z'n vieren laten we de jig zakken. En ik heb binnen 4 slagen krijg vis op tuin. Maakt een hele mooie plek die hier nu te pakken komt. Ik ben bezig ook een vis te drillen.
En ik raak deze onwijs mooie ruby snapper. Echt een ontzettende mooie vis. Ik ben ontzettend blij mee. Kijk nou jongens. Tada! Jongens, dit is toch waar het om draait. Met z'n allen veel plezier hebben, mooie vis vangen. Goeie tijden. Ajo. Jongens, wat wij nu doen is we vissen met microjigs. Het zijn echt hele kleine jigjes, 20 gram. En die fladderen heel mooi. En het leuke is, je kan het gewoon een baarsuitrusting doen. Gewoon een 7.6 medium light hengel. En ja, het is gewoon een enorme lol. En we hopen natuurlijk dat er iets heel diks op gaat. Op vis! Oh, we moeten aan het werk. Lukt niet aan het werk. Vis in komt en dan gaan we steeds verder proberen op te fokken. En dan, kijk eens, het feest is, dan gaan we los. Het is heel veel leuk. Super vet dit, hè? Wat is hier gaan, hè? Dat is duurder, gaat het hier achteraan, man. Hij kan een keer de kans verboden, hè? Ja. Ik ben hier. Vet, hè? Nee joh, ik heb iets anders. Ik heb een snapper. Yellowtail snapper voor dit man. Blij mee. Wow. Ik zit echt serieus gewoon drie keer te proberen en tuin wordt in één keer in de deur, hè? Koning. Kleintje, maar. Nou, het is echt een kleintje hoor. Nice! Onmeugelijk sterk. Een spookje is hel. Als we een paar gevangen hebben, dan is het moeilijk om eentje te stikken. Dat is wel gelukt. Helemaal naar het noorden van het eiland gegaan, naar Slagbaai.
En daar hebben we met aasvissen getrold. En ik heb daar echt een fantastische vis mogen vangen. Een maai maai, grote vis, sterke vis, springen, runs nemen, alles erop en eraan. Helemaal.